It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we een potje Kill Confirmed op de map Aquarium. Natuurlijk, en we spelen met de gelukkige wapen voor mij. Het gelukkige wapen voor mij, namelijk de VMP waar ik woensdag één zieke nuclear mee heb gehaald. Mocht je die video niet hebben gezien, kijk hem natuurlijk eventjes. Ga even terug naar een paar dagen geleden. De titel is Live VMP Nuclear. Is niet te missen. Witte letters met rode letters. Gewoon kijken dus. En ik ga spelen vandaag weer met de VMP. Dus met Long Barrel, Grip en Extended Max. Met scorestreaks die aanvallend zijn. Geen UAV, geen Wraith. Althans, een Wraith is wel aanvallend. Maar dit zijn meeste ground streaks. Namelijk de Cerberus, Talon en de Raps. Ga ik proberen een chill potje neer te zetten. En gewoon een beetje tekst collecten, waardoor dat iets sneller kan gaan. Maar, mocht je deze video leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk, dan helpt mij enorm. En dan gaan we daarom kijken of we deze streets kunnen gaan halen. Als het natuurlijk lukt, zou dat mooi zijn. Oh, ik had bijna al mijn eerste streak, de Cerberus. Maar ja, ik ging al dood. Als je nou vaker van dit soort video's wil zien waar ik door echt voor kills ga spelen, laat het dan gewoon even weten, weet je. Dan doe ik dat gewoon voor jullie. Dan ben ik toch bijna master precies. Holy shit, heb ik even geluk. En hier niet! Kak! Ik ben toch bijna master precies. Ik moet nog twee precies. Maar aan de hand, hoe snel ik level, kan ik wel inschatten wanneer ik dan zo'n video opneem natuurlijk. Want ik ben nu level 31. En ik heb al de streaks waar ik dus een beetje chille kills mee kan maken. Kan ik gebruiken. Misschien dat ik dan in plaats van de Cerberus of de Talon of zo een Wraith aanzet. Die maakt dan misschien iets meer kills nog. Maar ja, voor mijn gevoel heeft het dan geen zin om Wraps, dat is eten. Om Wraps en bijvoorbeeld de Wraith aan te zetten. Het kan wel, maar het moet tegelijkertijd in de map zijn, weet je. Hoe meer dingen er in de map zijn, hoe meer kills ze gaan maken natuurlijk. Dan hebben de enemies gewoon geen kans om te lopen. Dan moeten we ze wel even halen. En ik word zo van mijn headglitch afgeschoten. Zo gaat het niet werken, jongens. Dus we moeten eventjes een beetje ons geconcentreren. Als we het nou niet halen, dan valt het gewoon. En doe het een andere aflevering wel. Maar help ons. Of laat het even weten. Nou, nu ben ik te lul. Of toch niet? Holy shit. Laat het allemaal eventjes weten door middel van een blauw duimpje omhoog achter te laten natuurlijk. En het even in de comments te zetten. Dan weet ik wel of jullie dit willen zien. Die ja of nee! Holy shit, get shrek, mate. Even goed op de minimum kijken. Als er niemand aankomt. Drie man! Ja toch! Ja toch! Kom gelijk met drie man aanlopen, joh. Oké. Nu moeten we even opletten, jongens. Zullen we even de concentratie erin houden? Oké, weer twee tags erbij. Oké, let's go. Hier is onze Cerberus. Dan kan ik hier niet inkallen. Oké, let's go. Hier is de Talon. Die kan hier wel kakken. Dan heb ik net niet mijn fucking Wraps. Wat is er nou voor tering? Oké, Talon, let's go. Ik gooi mijn ding moet ik even slim neergooien. Die ga ik niet hier neergooien. Gooi hem maar gewoon hier neer. Zo. Komt dat ding daar de map in. Die gaat ook lekker rondrijden. Dan moeten we kijken of we nu weer een nieuw setje streets kunnen gaan halen. Als dat eenmaal lukt, dat is natuurlijk mooi, dan blijft die streak natuurlijk gewoon doorgaan. En dan komt hij net dat hockey uit, hè. Vieze rikken, zeg. Maar je kan zelf ook je Cerberus controleren. Controlen. Dat doe ik niet, want dan
Dat scheelt weer kills voor mij, laat maar zeggen. Hier ben je. One shot was die. Lol. Ik weet even niet waar de enemy spawnen. Ik werk aan de andere kant van de map. Kom, Cerberus, maak wat kills, jongen. Ik heb bijna een nieuwe. Holy shit, wat heb ik hier geluk, jongens. Ik wil even die tag oppakken, natuurlijk. Dan hebben we weer wat extra puntjes erbij. Teammate, dat is mijn tag. Dat is mijn tag. Let's go. Nu nog onze raps halen. Je kan gewoon twee servers in de map. Dat wist ik niet. Let's go, ik heb ook raps. Let's go. Zo, die kan er ook in. Zo, jij bent ook klaar met je specialist. Team had hem al, maar dan zitten er daar nog twee. Nu niet meer. Die zijn nu ook dood. Let's go. Zo doen we dat. 34-9 at the moment. En onze raps moeten nog in de map komen. Oké, onze raps zijn op de grond, zo te horen. Of ze zijn aangekomen, of ze zijn aan het deployen. Dat is een clone. Doe maar dat weg, dat ding. Ik heb geen ammo meer. Kak, ik moet ammo hebben. Aan de... Oh, ik moet ammo hebben. Ishir, geef maar Ishir. Oké, ik heb een nieuwe Talon. Een nieuwe dinges. Cerberus. Ik kon even niet op de naam komen. Maar nu gaan we hem, jongens. Let's go. Oké, ze hebben nu alle dingen dus op de grond gegooid. Alle, hoe heet dat, wraps. Dus dat gaat lekker door natuurlijk. Tank stelen voor de safe. Gaan we naar binnen. Kijk die kills, jongens. Dit is dus leuk om te doen, echt waar. Dit is dus gewoon leuk om een keer zo voor kills te spelen in plaats van altijd dezelfde streaks aan te zetten. Ik vind het best wel leuk. Het zijn best wel assault streaks natuurlijk. In plaats van een keer non-lethal of alleen met UAV, Wraith en Hatep te gaan natuurlijk. Die Talon die blijft af en toe achter die hol aangaan. Die Cerberus die blijft natuurlijk gewoon door de map heen rijden. En mijn teammate had zo te zien een triple final. Wat natuurlijk best wel lekker is. Maar, mocht je genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje. Maar natuurlijk 60 likes, zou awesome zijn. Wil je nou vaker zien dat ik met dit soort schiks ga spelen? Laat het nou even weten door middel van een blauw duimpje. Maar natuurlijk, en het in de comments te zetten. Wil je dus ook nou met deze schiks spelen? Dan moet je aanzetten de Cerberus, Talon en de Raps. En dan heb jij natuurlijk jouw schiks zetten compleet. Dus, ik wil jullie bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Doei!